Vanavond volgen we de familie Kramer, die Nederland vaarwel zegt omdat ze in Oostenrijk een pannenkoekenhuis heeft gekocht. In Ik Vertrek volgen we Nederlanders die op het punt staan te emigreren. Lekker een beetje niet zo koud krijgt. Vandaag zijn we bij de familie Kramer in Apeldoorn. De 38-jarige Anneke is moeder en schoonheidsspecialiste. Dat besluit neem je dat je weggaat. Nou goed, dat is toch niet niks. Ik vind dat altijd voelt wel... Voelt ook af en toe wel zo. Zo'n rijtje van zo'n gezellige berg staat. En op het rijtje van de deur van het vliegtuig. Weet je wel, gaan we springen of gaan we niet springen? Ja, we springen. Ronald en Anneke emigreren naar Oostenrijk samen met hun vier kinderen. Dochter Femke van 3 is de jongste. Haar broer Tim is 8 en zus Sarah is 5. Oudste broer Thomas van 10 maakt de familie compleet. Thomas, ga maar even dit maar even snijden. Maak ze maar even een mooi snijden. Nou, we hebben straks een pannenkoekrestaurant. Mensen, zo zie ik dat voor me. Nou, dus een heleboel mensen pannenkoek kunnen komen eten. Met een kok die voor ons pannenkoeken gaat bakken. Ronald gaat de pannenkoeken bedienen. En ik ben eigenlijk overal en ergens. Als het nodig is, dan spring ik in. En is het niet nodig, dan ben ik gewoon met de kinderen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. De familie Kramer wil in Oostenrijk dus de typisch Nederlandse pannenkoek introduceren. De familie had al eerder plannen om te emigreren. Maar moest deze onverhoopt opgeven omdat Anneke ziek werd. In principe zou dat plaatsvinden in oktober. Nou, alleen in de zomer werd er borstkanker geconstateerd, waardoor we eigenlijk dus nu het hele verhaal minimaal een half jaar vooruitgeschoven hebben. Ja goed, dat is wel heel heftig, absoluut. Maar ja, de een kijkt zo naar bijvoorbeeld een ziekte als borstkanker. En ik had zoiets van, oké, ik was er heel erg door geschokt. Maar ik was ook, we hadden wel heel snel zoiets van, ja, oké, we moeten ook gewoon verder. Het gaat goed, het komt goed, we kijken vooruit en over een half jaar dan staan we er weer. Nou, ik ga het nu allemaal op tafel gooien, we gaan eten. Anneke en Ronald lijken vastberadener dan ooit en het afscheid staat voor de deur. Thomas, Tim en Sarah zitten op dezelfde basisschool in Apeldoorn. Vandaag is hun laatste schooldag en dat wil de familie Kramer niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zwart, ja. En de bovenkant. Beetje zout bij het beslag. Traantjes erin. We blijven lachen. Gewoon niet nadenken. Je hebt gemeente, gewoon niet nadenken. Al heel wat jaartjes lopen we hier over de vloer. We hebben een heleboel lieve leed gedeeld hier op school. Dus het valt me wel zwaar om hier afscheid te nemen vandaag. Maar het is slecht van het water, moet ik zeggen. Dat is erg in het leven. Geen mokuur of afscheid nemen van school. Ik denk dat ik dit emotioneel erger vind, ja. Wist jullie nog pannenkoek? Ja! Oké, pannenkoeken! Oh, is heet. Waar ga je mee tillen? Was het lastig, Thomas? Nee. Maar jullie kan je misschien wel helpen. Lieve Thomas, we gaan je natuurlijk heel erg missen. Kijk vooruit. Je gaat een fantastisch avontuur tegemoet. Geniet er even koeken bakken. Dikke kus, groep 7, de wegwijzer. Heel goed. Nou, pak hem maar uit, schat. Laten we maar lekker komen. Super. Jongens, op de
stoel staat het alles. En dan die kun je het helemaal goed zien. Wat leuk, jongens. Later die dag wordt het ook tijd om afscheid te nemen van vrienden, kennissen en familie. Hoe voelt het dan? Ja, hoe voelt het? Ja, ik weet nog niet wat ik moet voelen. Nee, dat komt wel. Hoe voelt het nu? Nu? Ja. Nu gewoon feest vieren. Zeg, steeds het net alsof dat de duikplank staat, weet je wel? Ja, ja. En je moet gaan springen in dat diepe. Het is een enorme stap met de vier kleintjes. En er zijn beren genoeg, denk ik, nog op de weg. Die zie ik dan wel, maar zij gelukkig niet. Ze heeft natuurlijk een enorme dip gehad even door die borstkanker. Je kunt nooit in iemands ziel of hart kijken van hoeveel leid je aan zoiets. Hè. Ik heb het idee dat ze toch wel op de tenen moet lopen om het allemaal te managen. Maar ja, het is een kwestie van op karakter doorzetten en kijken of je het redt. Ik denk dat ze het op karakter redt. Zit er maar bij. Doei. De dag van vertrek begint in stijl. Ja, mooie dag toch? Maar kijk wat een sneeuw. Mooi kunnen hebben. We zeggen die vlokken halen ons op. Ja, is een leuke kant toch niet? Dag, lieve. Goeie reis. Hallo. Heel gauw. Heel gauw. Ja?